Ja, godsamme, Carice van Houten. Nou, onderhand dus een keer aan tafel, zeg. Carice van Houten, dames en heren. Jij komt net uit de stad Schouwburg vandaan. Ja. En ik weet niet, heb jij de intrige meegekregen van mijn verrassingsfeestje vanavond? Ja. Genaam. Is het gelukt? Ja, het is gelukt, ja. Maar je bent nu al dronken? Ja, ik ben wel al een beetje dronken, ja. Dus drie prosecco. Dus ik zie morgen terug of ik daar dronken van ben of dat gewoon nog redelijk leuk, normaal goed is. Dat het gelukt is. Het was heel goed gelukt, ja. Ik was ingetrapt. Maar waar dacht je dan dat ik met jou over ging praten? Ja, ik had geen idee. Ik denk, waarom moet zij met mij praten? Ik wilde eigenlijk nu nog steeds aan je vragen, maar het was dus in scène gezet. Ja. Dus dat is echt... Ik denk, ja, misschien... Nee, ik had echt geen idee. Eigenlijk het enige wat ik kon verzinnen was dat er allemaal stomme mensen iets van je wilden. En dat je dacht, ja, wie ken ik dan in Utrecht? Dan in godsnaam Claudia maar. zo had ik het opgelost. Maar jij was in de stad Schouwburg met helemaal geen stomme mensen. Want het was feest in de stad Schouwburg. Het was feest. Jubileum. Een jubileum. Ben jij ook al dronken? Of... Nee, maar het smaakt me wel, moet ik zeggen. Ja, wat wil je dat ik vertel? Ja, ik wilde je eigenlijk alles... Het was 1976, je werd geboren. We hebben zo ver terug. En toen, die vader, alles. Nee, het gaat eigenlijk over een postzegel. Maar ja, dat is het onderwerp, dat wist ik niet. Ja, ik wist niet dat zo'n niet geheel onderwerp. Maar ja, we moeten het recht even nou over ja, hebben. Ja, nee, filatelisme. Filatelisme, ja. Ik ben een verwoed amateur-filatelist geweest. Nou, ik las dus... Ik zal u even bijpraten. Er is een postzegel gemaakt door Anton Corbijn en Carice van Houten. En op die postzegel staat een speelfilm van een seconde. Ja. Je kan ook zeggen, het is gewoon zo'n kaart zoals vroeger... dat zo'n poesje dan zijn oogjes open en dicht doet. Dat is het eigenlijk, dat is het. Ja, maar dan met een poesje met een vinger in zijn mond. Nou. In der mond, sorry, moet ik zeggen. Kortom, een droom. Een droom, een dream come true. En ik las, omdat ik de Nederlandse Paul Witteman ben... las ik natuurlijk uitgebreid van tevoren waar we het vanavond over gingen hebben. En toen las ik in het verhaal wat TNT Post... want die sponsoren dat natuurlijk, die postzegel... dat zowel Anton Corbijn als Carice van Houten... al hun leven lang enorm geïnteresseerd zijn in postzegels. Ja, dat is niet verzonnen. Nee! Dat is echt waar. Is dat echt waar? Ja, echt met zo'n theedoekje en dan met een pincet... boven de fluitketel, zo dat ding eraf weken. Nee. Ja, ik was een echte nerd. No. Sorry, no offense. Maar... Nee, wat zit hier allemaal postzegel mensen die dat heel beledigend zouden vinden. Maar tot hoe oud was je dat je postzegels tot seksualiteit om de hoek kwam, denk ik. Ja. Nee, echt waar. Ik denk zo tot mijn 15e of zo. En toen heb je de postzegels ingeld. Ik was een laadbloeier. Ja, ontzettend, ja. 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 Maar die postzegel die Anton Corbijn heeft gemaakt. Ja. Oh, waar gaat het heen? We zijn dat was net begonnen. Godsamme. Vertel me alles over die postzegel. Ja. Sorry, ik heb ook echt een soort maflodder. ik kan het even laten zien. Want jullie zijn misschien wel benieuwd naar. Dat is altijd goed, ja. Laten we hem even bekijken. Oh, dat is niet op beeld natuurlijk. Dit is dan een hele grote versie ervan. Maar als je het zo dit doet... moet je dat wel de hele tijd doen. Dan lijkt... Dit is dus niet mijn eigen hand. Dat dachten mensen nog, maar dat is dus niet zo. Dit is een stunthand. Nee, dit is Anton Corbijn's hand. Oh, dat is Anton Corbijn's hand. Oh! Oh, maar ja. Dat snap ik nu. Ik las namelijk ook, omdat ik dus de Nederlandse Paul Witteman ben... en alles van tevoren doorlees, las ik dat... En toen dacht ik al, dit is een schunnigheidje. Want er stond dat op de postzegel wordt getoond... hoe de relatie is tussen actrice en regisseur. En dat wordt op ludieke wijze getoond. Toen dacht ik, dat is iets met een geiligheidje. Een geiligheidje? Nou ja, kom op. Ja, een geiligheidje. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen... dat heeft Anton er heel, heel mooi verpakt in een mooie zin. Maar het was natuurlijk gewoon eigenlijk... We waren gewoon wat dingen aan het uitproberen. En wat kan en hij, op een gegeven moment doet hij zo die vinger en ik hap erin. En toen dacht ik, oké, misschien moeten we dat dan doen. En dan vonden Want ze meteen... Want ja, heel veel verhaal kun je gewoon niet kwijt in één seconde. Dus... Ja. En seks zelfs, dus. Ja, die postzegel die gaat als een maleier, joh. Heb je het idee dat je veel... dat je alles hebt kunnen geven in deze postzegel? Of had er meer in gezeten?
Dit is wel alles wat ik nou ja, dat wil ik kloppen. Je bent genomineerd, hè? Jij niet genomineerd. Je hebt natuurlijk gewoon een prijs gekregen al. Ik heb een prijs gekregen, maar niet een kalf, hè? Nee, maar goed, het is een polyfinario. Polyfinario, je telt ook. Maar voor jullie gaat het allemaal overmorgen gebeuren. Ja. Het zou jouw vierde kalf zijn. Ja. Ja, nee, oh sorry, dat klinkt nu heel... Nee, gezond gespannen. Want, hoe is het dan? Want je zou volgens mij de eerste zijn die er dan 4 intikt. Ik weet het niet zeker, maar wel van de acteurs, geloof ik. Ik geloof dat Monique Hendricks en ik staan nu op 3-3. Dus we hebben altijd een soort van spelletje. Catfight. Ja, wie er dan weer de volgende krijgt. Maar dan zou de salontafel eindelijk realiteit kunnen worden. Want daar nou, zet dan je... staan ze op dan ja, kunnen want ze met z'n vieren. Je hebt ze nu op het aanrecht. Nee, in de keuken. Ja, daar heb je vaak ook een aanrecht. Dus veel mensen... Dat lange ding met die flessen. Ja. Ja, dat is het aanrecht. En ik heb zelfs echt een hele grote... horecakeuken, maar ik kom er gewoon nooit. Ja. Dat is echt waar, ik kom er nooit. Je hebt hem gezien. Ik heb hem gezien, ja. Daardoor ik dacht, oh, dat zijn gouden kalveren, joh. Moet je dat niet op een salontafel? Maar dat zou je dus doen als je een vierde hebt, dan... Nou, ik weet niet. Ik weet het. Ach, het maakt ook niet uit. Maar wat wel uitmaakt is die discussie over die jury... Heb je vast ook meegekregen? Niets van meegekregen. Je lult. Nee, echt niet. Nee? Nee. Nou, dat was gisteren... Nou, net heel even heb ik gehoord dat er iets gebeurd was. Dat er iets gezegd was. Nou, de jury heeft even wat onverwachte keuzes gemaakt. Zoals juries doen. En gisteren kwam Sanfu Malta, die Majesteit heeft geproduceerd. En Tirza natuurlijk. Mm-hmm. Die kwam naar voren en ik dacht nog heel naïef... Oh, die komt vertellen hoe blij hij is met de nominaties die hij heeft. Maar die kwam vertellen hoe boos hij was met de nominaties die hij niet had. Heel begrijpelijk. Ja. En het werd een beetje een fitty tussen hem en Pieter Broertjes. Waarbij Pieter Broertjes zich ook liet gaan. En toen liet Sanfu zich nog meer gaan. Dat was allemaal heel heftig. Maar waarom vertel spannend. Ik het eigenlijk? Ja. Ja, nee, omdat ik het helemaal niet heb meegekregen. Ja, omdat jij het dus niet hebt meegekregen. En had u het meegekregen eigenlijk? Ja. Ja, want wij dachten gisteravond, oh, dit gonst morgen, jongens. Dit gonst morgen. Maar doet het er zo toe? Voor de acteur, de maker, de regisseur? Als voor Sanfu, of is die gewoon heel bevlogen? Nou ja, het zegt wel ook iets over zijn karakter misschien. Maar ik snap wel, ja, natuurlijk, we zijn er altijd mensen teleurgesteld en boos. En voelen zich achtergesteld. En dat snap ik ook wel, want ik vind zelf ook een aantal dingen... Ik vind het wel jammer dat bijvoorbeeld Antoinette Beumer geen regie en geen regie-nominatie heeft gekregen. Ik vind het jammer dat de Gelukkige Huisvrouw geen beste film-nominatie heeft gekregen. En ik vind het jammer dat de Gelukkige Huisvrouw geen beste scenario-nominatie heeft gekregen. Ik vind het ook jammer dat jij niet in twee dat je niet voor twee rollen een nominatie hebt gekregen. Dat is ook een beetje jammer. Ja, want dat had toch gaaf geweest? Nee, ja, maar ja. Ja. Natuurlijk ja. Had het gauw, ja, ja, maar... Dat, nee. 3 had ook leuk geweest. Dat je ook voor deze korte film van 1 seconde, op zijn minst. Maar ik heb wel nog heel leuk nieuws. Ja. Maar dan moet iemand mij even iets aangeven, heel stiekem. Wat zeg je? Oh, dat komt daar vandaan. Kijk, dat zie je helemaal niet aankomen. Maar het is geen gouden kalf, hoor. Het is een platina plaat? Het is een, ja... Voor jouw duet met Dinant Woesthof. Nee, hoor. Nee, het is... Het is een... Is het nou een platina-DVD? Een platina-DVD voor de Gelukkige Huisvrouw? Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Voor jou en voor Antoinette Beumer natuurlijk. Hij ligt volgens mij net of nog niet eens in de winkel. Maar is toch nu al platina. Net als de film. Ruimschoots. Oh, uiteindelijk 500.000 mensen naar de film geweest. En nu wil iedereen hem ook thuis. Wil het allemaal op zijn gemak nog eens een keertje rustig terugzien. Daar ben ik blij om. Ja, geweldig, hè? Ja, ik denk niet dat ik hem op ga hangen, maar... Dat is niet van mij, toch? Dat is niet van mij, toch? Nou, je mag hem wel houden, maar je mag hem ook aan Antoinette geven. Nee, ik schrijf hem zeker aan Antoinette. Antoinette die krijgt van mij betreft 1000 veren in de reet. Laten we even naar een stukje kijken van haar briljante werk. Kom op, dames. Balletje. In het gaatje. Oh. Ja. Ah. Lea. Hey Marco. Dat is lang geleden. Je bent zwanger. Ja, ja.
Leuk? Nee, ik ga weer even. Eruit. Eruit. Oh, ik zit daar. Ja, probeer dat ik op de green ga liggen werken. Nee, maar mijn spullen. Oh. Nee, gaat het? Heb je mee? Je gaat het niet bevallen, hè? Nee, joh, ik ga toch niet de hele pokken en teruglopen. Wat denk je nou? Begrijp Henk niet? Ja, Marco. Ja. De gelukruiken. Platina. Leuk, ja. En wat hoop je dat de postzegel gaat doen? Wat voor oplages? Dat er heel veel gelikt wordt natuurlijk. Er moet meer gelikt worden. Ja, hier wou ik het heel graag mee laten. Carice, dankjewel. Ja.